De hoge snelheidstrein kan uit, dat zegt de regionale stuurgroep Zuiderzeelijn. De stuurgroep heeft onderzoek laten doen naar een nieuwe variant van de hoge snelheidstrein. De totale kosten van deze variant komen uit op zo'n 4 miljard euro. Dat is ongeveer 1 miljard euro goedkoper dan eerdere berekeningen. De reistijd van Groningen naar Schiphol is bij deze variant iets minder dan anderhalf uur. Het BIM-pompstation aan de Turfsingel komt waarschijnlijk op de monumentenlijst. Monumentenzorg heeft het gebouw op de lijst van naoorlogse monumenten gezet. Architect Willem Marinus Dudok ontwierp tussen 1953 en 1957 112 van deze tankstations. Maar door de groei van het autoverkeer na de oorlog werden pompstationnetjes als deze overbodig. Van alle Dudok gebouwen zijn slechts twee bewaard gebleven, en van die twee is die in Groningen de enige die nog in gebruik is. Volgend jaar wordt duidelijk of het BIM-pompstation ook daadwerkelijk een rijksmonument wordt. FC Groningen heeft afgelopen zaterdag in een spannende wedstrijd nipt verloren van Ajax. Na een slechte eerste helft kwam de wedstrijd in de 54e minuut pas echt op gang, toen Babel de score opende voor de Amsterdammers. Twee minuten later maakte Levchenko gelijk via een strafschop. Toen Suarez in de 60e minuut de 2-1 maakte, leek een stunt in de arena voor de Groningers mogelijk, maar in de 74e minuut trok wederom Babel de score weer gelijk, met een in de ogen van de FC-spelers onterecht goedgekeurde goal. 10 minuten voor tijd besliste Emmanuel Zonde wedstrijd in het voordeel van Ajax. FC Groningen staat nu vierde in de competitie. Hans Vast Capitals heeft opnieuw verloren. Na de nederlaag in eigen huis tegen Rotterdam was nu ook Matrix Magics uit Nijmegen te sterk. De uitwedstrijd werd met 73-69 verloren. Buchanan was met 19 punten de topschutter bij de Groningers. Capitals staat nu in de middenmoot van de basketbal-eredivisie met twee gewonnen en twee verloren wedstrijden.